Hallo. In dit filmpje wil ik het even met jullie hebben over het updaten van een site. Er zal geregeld wat moeten worden geüpdate. En dat kan ik voor jullie doen, maar je kunt er ook voor kiezen om het zelf te doen. Als je dat zelf doet, dan ziet het er ongeveer zo uit. Ik heb hier een site gepakt die ik heb gemaakt. En je ziet hier aan de zijkant zie je al wat oranje-rodig rondjes staan. Hier ook. En daar staat 13, daar staat 9 en je ziet ook hierboven 13 staan. En zelfs hier zie je al staan, WordPress versie 4.4.1 is beschikbaar. Nu bijwerken. Nog niet doen. De echt veilige manier om te updaten is door eerst een backup te maken. Hoe maak je een backup? Dat doe je met behulp van de FTP. Een site werkt met een thema en met plugins. Dat zijn eigenlijk allemaal losse stukjes code en programmeertaal die in elkaar zijn gehaakt als een soort Lego en wat samen meewerkt aan het uiterlijk van je site en aan de werking van je site. Als je gaat updaten, dan is het alsof een van die Lego blokjes, worden geüpdate, die worden dus veranderd. En er is een risico dat dat Lego blokje dan niet meer goed gaat passen bij de andere Lego blokjes. Dan hebben ze een conflict, zoals ze dat dan noemen. Voor alle zekerheid, als je het echt veilig moet doen, meestal valt het wel mee, maar toch, moet je even een backup maken van een paar dingen van je site. Dan ga je naar de FTP toe. En dan ga je, als je daar nog niet in zit, naar de root van je website toe. Dat zit dan vaak in HTTP docs. Of als je er in één keer op bent, dan zie je zoiets als dit, de WordPress dingen. Voor het backuppen ga je dan naar de map WP Content. En daarin vind je twee grote mappen. Een map met plugins en een map met themes. Het kan heel verstandig zijn om de plugins en de themes even te backuppen. Dat doe je simpelweg door ze te downloaden naar je harde schijf. Mocht er dan een conflict optreden en de site niet goed meer werken. Het enige wat wordt geüpdate in het algemeen, dat zijn de plugins en de themes. Dus als het mis is gegaan met updates, kun je simpelweg deze twee mapjes dan vervangen door de mapjes die je hebt gedownload. Dit is de allerveiligste weg en echt ingewikkeld is het niet. Dus eerst dit even backuppen, kopiëren. Als je dat hebt gedaan, dan kun je veilig verder gaan met het updaten. En de makkelijkste manier is om dat hierboven te doen, waar die 13 staat. Ik klik erop en dan zie je alle updates zometeen in je scherm verschijnen. Daar zijn ze al. En het belangrijkste, vindt hij zelf, is het bijwerken van WordPress zelf. Die staat hier. En hieronder zie je een lijstje staan met alle plugins die moeten worden bijgewerkt. En de thema's, er staan hier meerdere op, die kun je ook bijwerken. Het kan niet allemaal tegelijk. Het zijn drie verschillende onderdelen. Thema of WordPress zelf, de basis, de plugins en de themes. En die moeten ook los van elkaar worden geüpdate. De manier waarop is niet ingewikkeld. Laten we eerst WordPress zelf maar gaan bijwerken. De grote blauwe knop, natuurlijk. Nu bijwerken. En dan is hij even bezig. Ik heb de boel nu een beetje versneld om dit te doen. Maar het kan even een minuutje duren voordat hij dat klaar heeft. Als je klaar is, dan schiet je dus naar dit scherm. En met informatie, allemaal hartstikke leuk. Je kunt het lezen als je het interessant vindt. Maar je kunt ook zeggen, ik ga verder. Want je ziet dat het getal 13 met eentje is verminderd. Dus we gaan nu de plugins eens even updaten. Zo, daar zijn ze. Je kunt het één voor één doen. Om te kijken of er niet één is die een conflict veroorzaakt. Of, wat ik nu ga doen, alles selecteren in één keer. En in één keer de plugins gaan bijwerken. En dan zul je ook zien dat hij dat één voor één gaat doen. Laten we maar eens even kijken. Ik zeg er wel vast bij, meestal als je je geregeld even op het dashboard kijkt van je site, dan zul je daar al zien dat daar een eentje of een tweetje staat. Dus zoveel als ik nu doe, dat hoef je gelukkig meestal in de praktijk niet te doen. Zie je, bijgewerkt, bijgewerkt, bijgewerkt.
onderhoudsmode deactiveren. Alle updates zijn klaar. Wat betekent dat? Dat op het moment dat jij dit aanzet, dit proces, dan staat op de voorkant van de site even een beeld voor mensen die erop komen van even een moment geduld alstublieft, zoiets. Er wordt momenteel aan de site gewerkt. En daarna zegt hij alle updates zijn klaar. En je ziet dat het getal 13 steeds kleiner wordt. De laatste dingen nog even, de thema's die er op deze site staan geïnstalleerd. Weer doe ik alles selecteren, thema's bijwerken. Je ziet ook dat het lijstje hierboven al grotendeels is verdwenen. Thema's bijwerken. En in principe krijg je nu weer hetzelfde als bij het updaten van de plugins. Hij is er op de achtergrond, onzichtbaar. Is hij ze aan het bijwerken en als die klaar is, dan toont hij dit. Zo, dit getal staat op 0. Deze site is weer volledig bijgewerkt. Wil je zeker weten dat hij goed werkt, dan ga je even naar de voorkant van de site, bekijken, om te kijken of alles er nog goed uitziet. En zo niet, heb je gelukkig een backup gemaakt via de FTP.